rode En wat is dit? De bloemblaadjes van deze rode van een zijn de allerfijnste. Oh, dat is gewoon een soort machine waarmee, mensen zichzelf kunnen vinden. Ik heb die getekend op een avond prinses, dat er te weinig wolken waren. Ze bezitten toverkracht, zo. Voegde de prins aan. En werkt ze ook echt jouw mensenzoekmachine? Wantrouwiger. Maar natuurlijk maar werkt ze echt. Aan de verleiding jongetje, meer staan wees, om het parfum kijk, van de rozen hier zit op een te snuiven. Als je daaraan draait, zo, dan start hij. En als je dan op die gele knop duwt, terwijl je met je linkervoet dat pedaal ingedrukt houdt, op die grote wijzer, hier zie je deze, op 4 staat dan... Dat zien ik geloof je niet. Stralende je verzint door maar jouw wat. Aderen hoe kan jij dat nu weten, protesteerde het jongetje kregelig omdat de man hem zomaar onderbrak. Kijk dan gewoon, als die wijzer hier op 4 staat, moet je enkel nog met je neus deze rode knop indrukken en dan... Nee, ik geloof je niet. Waarom heb je hem dan nog niet gebouwd? Het jongetje zweeg en staarde wat in de verte. De zon had zich al helemaal in de bomen gewurmd. Het was net alsof ze in brand stond. Want ik ken iemand. Wat weet jij nu van mensenzoekmachines? Prinses Bianca, mompelde hij. De man glimlachte nog wat breder en legde een hand op de schouder van het jongetje. Het zijn erg mooie tekeningen, jongeman. Je hebt veel talent. Ga allemaal naar huis. Hij klapte het schrift dicht. Het feest is afgelopen. Maar vergeet de machine. Die zal echt nooit werken. En hij maakte nog een halve kniebuiging alsof het jongetje een soort koning was en verdween. Het jongetje liet zijn ogen weer op zijn tekening vallen. Het was nu bijna helemaal donker. Wat een domme man, dacht hij. Natuurlijk werkt mijn machine, waarom zou die nu niet werken? En hij legde zich in het gras en zag hoe de sterren één voor één aanvloepten. Hij telde er 4 en viel in slaap. De volgende dag wilde het jongetje plots niet langer op pad. Hij was onrustig. Hij kon de vreemde man maar niet uit zijn hoofd krijgen. En nog voor het middag werd, besloot hij om zijn machine dan maar echt te bouwen. Hij wist nog niet precies hoe, maar hij wist wel dat het hem zou lukken. Eerst tekende hij een heleboel ingewikkelde plannen, verzamelde dan al het nodige materiaal in een verlaten schuur en ging aan de slag. Hij timmerde, zaagde, schilderde en boorde dag in dag uit tot een gat in de nacht. En waar woont hij? Mensen vroegen zich af wat hij allemaal uitvoerde, maar ze lieten hem met rust. Ze waren al lang blij dat hij niet langer lastig viel met zijn vreemde vragen. En dus knutselde het jongetje naastig verder. Een nomade? Tot op een dag, gelukkiger dan ik. Klaar. Heeft hij fijne blonde haren die wapperen in de wind? Apparaat. Nee, Bianca. Overal zaten hendeltjes en knoppen en wijzertjes en helemaal bovenop een lange blinkende draagt pijp. Hij zijige en dwars door het dak kleren? Van de schuur, nee, hoog de hemel in wees. Hij gaat gekleed ziezo, in een sobere, sprak het jongetje, klaar. Donkerblauwe. Waar is nu die zoetzure zeerover die durft beweren dat mijn mensenvindmachine niet werkt? Dat hij nu maar eens komt kijken. Hij zal wel anders piepen. Hij probeerde zijn handen proper te wrijven aan een vuile vod en wilde de machine starten. Toen plots... de deur van de schuur openzwaaide en de oude man in de opening verscheen. Het jongetje zweeg. Mooie machine, zei de man, terwijl hij tussen duim en wijsvinger een trage baardkrul draaide. Een heel erg mooie machine zelfs. Hij streelde over de rug van het apparaat, al was het een groot, slapend dier. En? Werkt ze ook echt? Heb je er al iemand mee gevonden? Jezelf, bijvoorbeeld? Het jongetje kneep zijn ogen tot 2 boze spleetjes en gaf een flinke ruk aan een hendel onderaan de machine. Het gevaarte hoestte zich wakker. Dan drukte hij op een grote gele knop, terwijl hij met de linkervoet uit alle macht een pedaal ingedrukt hield. Midden op de buik van de machine kroop een grote wijzer langzaam maar zeker omhoog. En precies op het moment dat hij helemaal bovenaan stond, duwde het jongetje met zijn wipneus een rode knop in. De reusachtige machine brulde steeds luider en luider. Alles kreunde en ratelde en uit verschillende kieren siste slierde witte rook. Het jongetje zette voorzichtig een stap achteruit. Hij liep pardoes tegen de man aan en bleef zo staan, wachtend op wat ging komen. Maar er kwam niks. Minutenlang keek de jongen hoopvol naar zijn bouwsel. Maar buiten wat kermen en kreunen en een flinke knal zo nu en dan, gebeurde er niks. Het jongetje durfde niet omkijken naar de man. Hij staarde wezenloos naar het gigantische gedrocht dat als een ziek beest voor hem stond te puffen en te trillen en beet op zijn lip. Toen voelde hij de hand van de man zachtjes in zijn schouder knijpen. Gefeliciteerd, zei de man. Gefeliciteerd, riep de jongen kwaad uit. De tranen sprongen uit zijn ogen. Hij draaide zich in een ruk om die akelige opa eens goed de huid vol te schelden. Maar de man was verdwenen. En in zijn plaats stond een hele menigte met open mond vol bewondering naar de machine te gapen. Het jongetje stond aan de grond genageld, hij begreep er niks van. Een slungelige man met een camera en een notitieboekje zwom zich door de mensenzee naar voren. Excuseer, bent u de uitvinder van deze wolkenmachine? Hijgde hij. Het jongetje gaf hem een beteuterde blik terug.
sprak het reusachtige wezen. Wolkenmachine? Maar terwijl hij het woord probeerde te herhalen, zag hij door het raam van de schuur dat de hemel zich vulde met de mooiste wolken die hij ooit had gezien. Wolkenmachine, herhaalde hij als lag hij lang uit in een droom. Uit de blinkende pijp door het dak werden de meest sprookjesachtige taferelen de lucht ingeademd. Tientallen wolkenkonijntjes wipten uit de mond van de pijp, gevolgd door een heuse prinses en daarna wel 30 hele dikke witte paarden. Wolkenmachine, herhaalde hij nog een derde keer, maar nu luid en duidelijk. Hij veegde de tranen van zijn wangen. Ja, die heb ik. Fantastisch, schreeuwde de magere man terug, hierbij wat speekselverliezend. Heeft u misschien toevallig even tijd voor een kort interview? De krant wil namelijk een mooi stukje schrijven over deze fantastische uitvinding en over zijn uitvinder natuurlijk. Hoe heet u eigenlijk? De reporter was zo zenuwachtig dat hij bijna het punt van zijn potlood brak. Buiten gleden ondertussen een dozijn wollige draken voorbij, afgewisseld met gigantische